En bij ons in de studio Steven van de Put, voor wie het een heel druk weekend is geweest. En sinds gisteren dus officieel minister van Defensie en Openbaar Ambt. Een hele goede avond, minister van de Put. Al een beetje bekomen van de hectiek? Wel ja, het is druk geweest en het is nog altijd druk. Ik heb gisteren gezegd, we moeten nu de handen aan de ploeg slaan. En dat is ook zo. We zijn vandaag, ik heb vanmorgen mijn eerste afspraak gehad met de Chief of Defense van het leger. En we zijn nu sollicitatiegesprekken aan het afnemen om ons kabinet te bestaffen. En u heeft al intrek genomen in het kabinet? Wel ja, de vroegere minister De Crème heeft mij na de eerste ministerraad gisteren mee naar het kabinet genomen. Heeft daar officieel het kabinet overgedragen. Ik ben dan ook ontvangen door de twee generaals die daar permanent zitten op dat kabinet. En we zijn erin begonnen. Dat is een topshop, hè? Eigenlijk in een Belgisch establishment. Wel ja, het is een topshop. Het is natuurlijk, het is een zwaar departement, het is een groot departement. Het gaat over 30.000 mensen die bij het leger werken. Het gaat over grote budgetten in de begroting. Dus ja, dat is een belangrijke functie. En daarnaast ook ambtenarenzaken natuurlijk, wat ook een heel groot deel uitmaakt van de primaire uitgaven, zoals we dat zeggen, van onze staat. Daar moet ook bezuinigd worden. 1 op 5 van de ambtenaren wordt vervangen. Dat is ook een heel grote uitdaging voor u. Wel, dat is uiteraard een heel grote uitdaging, maar we moeten het vooral ook positief bekijken. We hebben een aantal budgettaire uitdagingen, maar dat geeft ook onze gelegenheid. Alleen elke uitdaging zit ook natuurlijk een kans. En de kans nu is inderdaad om te gaan naar een overheid die efficiënt is, die klantgericht is, die een overheid van de 21ste eeuw waar we naartoe moeten. Ja. Heel even terug naar het filmpje. U deed een V-teken. Is dat de V van verandering? Want u zei, dat is de V van verandering, maar je moet er eigenlijk niet meer achter zoeken. Het feit is dat we daar op paleis, men zou zeggen, dat is allemaal tot in de puntjes geregisseerd, maar dat is dus niet. Hè. Maar doorbreekt dus u niet het protocol, zo? Er is geen protocol. Er is geen, ik heb gisteren, nadat men begon, vooral in de Franstalige pers, daar grote commentaren op te leveren, zijn dadelijk ook de foto's van de EDAF van de regering Di Rupo verschenen. En daar zien we meneer Di Rupo zelf zo staan. Daar zien we mevrouw Onkeling zo staan. Dus dit is echt. Meneer Jabon deed het ook. U deed het allebei. Ja, we hebben natuurlijk 3 maanden rondgelopen met het V-tekentje. Als ze dan vragen om uw hand op te steken, is het moeilijk om geen V-teken te maken. Ja. Maar nee, het is echt. Het is geen provocatie. Men moet er niks achter zoeken. Het is gewoon. Ja. Er zijn mensen die een hand opgestoken hebben. Er zijn mensen die een eed hebben afgelegd met de handen, gelijk ze dat bij de scouts leren. Wel, wij hebben het zo gedaan. Niks speciaals dus. Nee. Wel speciaal, Belgisch leger. U moet ook de hele tijd de Belgische vlag bekijken, bezien. Is dat als Flamingant niet moeilijk? Belgisch establishment? Dat hoort bij de job. En ik zal mijn job naar behoren doen. Ik heb in het verleden nog op het Belgische niveau gewerkt dan in de vrije tijd. En ik heb toen ook altijd het belang van iedereen gediend. Ik zal minister van Defensie zijn van het leger zowel in Vlaanderen als in Wallonië. En ik zal ook minister van Ambtenarenzaken zijn, zowel voor de Vlaamse ambtenaren als voor de Franstalige ambtenaren. Ja. Bij het leger dan, F-16's, die worden vervangen. Dat is een grote aankoop. Hè? Ja, dat is de aankoop van de eeuw. Dat is, daar gaat u over. We gaan die beslissing deze legislatuur moeten nemen. Mijn grote uitdaging daar zal zijn, zoals dat normaal is met dat soort aankopen, dat de economische return die we daardoor krijgen, de aankoopprijs zal overtreffen. Dat is ook zo geweest trouwens bij de F-16. Destijds als de F-16's gekocht zijn, heeft dat economisch eigenlijk voor België meer return gegeven dan de effectieve aankoopprijs van de F-16's. De doelstelling zal nu in dezelfde richting liggen. Dan het leger in Limburg, zeer belangrijke werkgever. Wat daarmee? Ja, Kleine Brogel heeft uiteraard toekomstkansen als er gekozen wordt voor verdere gevestigingen. Mm-hmm. We gaan eigenlijk nu in eerste instantie. Ja, is dat zo? Ja. Ja, is dat zo? Ik wil niet vooruitlopen op mijn plannen. Het is daarom dat ik ook zeg, we gaan nu in eerste instantie, ga ik zelf studeren. Dat is één zaak. Twee, in het regeerakkoord staat dat wij binnen de 6 maanden een lange termijnvisie, een lange termijn wil dan zeggen meer dan 10 jaar, een visie voor meer dan 10 jaar voor het leger in België zullen ontwikkelen en voorleggen aan het parlement. En dan kunnen we op basis daarvan ook goede keuzes gaan maken voor de toekomst. Want het leger is in het verleden geconfronteerd geweest de laatste 20 jaar met 4 veranderingsplannen. En elke keer opnieuw is men geconfronteerd geweest met de budgetcontrole, met krimpende budgetten, waardoor vandaag eigenlijk de investeringen op zo'n danig laag pijl staan dat als wij willen deelnemen aan internationale operaties, dat eigenlijk onze mensen daar zitten met materieel van het verleden. En dat kan eigenlijk niet. Oké, dat is heel belangrijk. En dan drukke weken voor de boeg, veel naar het buitenland. Ja, dit wordt een helve job, hè? Het wordt druk. Uiteraard. Ik heb een ontmoeting op een congres het einde van de week in verband met militair recht. En dan vrijdag ben ik ook in Ploegsteert, waar een groot evenement is in verband met de Eerste Wereldoorlog. Daar mag ik langs koning Filip zitten en dat hoort bij mijn job. Ja. Oké, goed. Bedankt. Heel veel succes en bedankt voor het langskomen, minister Van de Put.